Ik ben Chris. Ik geef les bij de Torretjes, een school voor buitengewoon onderwijs, type 1, type 8, basis en wat nu. En ik geef in elke klas, onze 17 klassen, één keer per week een uurtje techniekles. Jullie gaan straks zelf een karretje bedenken. We gaan dat in groepjes doen. Je gaat samen bedenken hoe dat je dat gaat maken. Als ik kijk in mijn omgeving of kijk gewoon rondom mij, dan zie ik hoe hulpeloos mensen soms zijn als ze iets moeten doen. Er gebeurt iets, om het even wat, heeft het met techniek te maken of niet, dan is het geen antwoord om te zeggen, ik weet het niet. Dan zoek je naar een oplossing tot je het gevonden hebt. Dus het is eigenlijk een beetje een attitude dat we aanleren van, kijk, zoek uit, wat werkt het niet, waarom werkt het niet. Kan je het oplossen? Doe het. Nu moet dat computerje hier al aan het werken zijn. Oei, oei, samenwerken. Met wie? Wat ga ik het maken? Hoe ga ik het maken? Ze maken een ontwerp en dan gaan ze zo nauwgezet mogelijk proberen naar dat ontwerp te werken. Dan kunnen ze uiteindelijk een idee vormen op papier en zeggen van kijk, ik ga dit gebruiken en ik ga dat daarvoor gebruiken. Als je hier boort, waar ga je terechtkomen? Brent, waar ga je terechtkomen? Siebe? Ja, je zit in de plaats zelf. S'avonds op heel lang, jonge leeftijd gaan we eigenlijk de leerlingen leren werken met een boormachine. Als je zegt van kijk, dit draait rond, dat zijn de gevaren, hiervoor let je op en je geeft oefeningen die aangepast zijn, dan gaan ze voldoende vertrouwen krijgen om dat ook zelfstandig en alleen te doen. Die gaan we erin draaien. Ja. Stem en techniek heeft zeker zijn plaats in het buitengewoon onderwijs. Onze kinderen kunnen veel aan, dat is naar het uitgangspunt van onze school. Als we onze kinderen uitdagen, dan gaan we ze ook meer vertrouwen geven. En het tweede is belangrijk dat je traag maar zeker werkt. Ja? Ben je tevreden van je werk? Je hebt altijd snelle werkers, je hebt traagwerkers. En daarvoor voorzie ik altijd uitbreiding. En dat is van, maak die kar nu eens een beetje mooier. Maak ze comfortabeler. Voorzie verf, voorzie een kussen, voorzie een stuurstang waarbij dat je gemakkelijk de kar kunt voortduwen of voorttrekken. We gaan nu twee vliegen in één klap slaan. Die plank gaat blijven liggen, dat zacht kussentje. De stof gaat blijven liggen en het zit goed vast. Als er geen uitdaging is, dan gaan ze ook uiteindelijk de zin, de goesting verliezen in techniek. En techniek is net van, we gaan telkens verder. Er komt alleen maar nieuwe techniek. Het milieu daagt ons uit, de energie daagt ons uit, de leerkracht daagt ons uit. En zo worden we voorbereid op onze toekomst uiteindelijk. Ja, die haalt dat uit. Ja, oké. Okay. Het is hetgeen dat we gezegd hebben, niet? Ja. Dat is er gewoon uittrekken. Maar dat is niet erg hoor. Dat is juist het leuke eraan. Goed. Mijn idee is, als ik hier kinderen heb die de school verlaten, dat ze sterk genoeg staan om een technische opleiding te krijgen. Dat ze een steek kunnen staan in de technische vakken, maar ook in de denkvakken. Waarbij dat ze geleerd hebben van volhouden, proberen en er kunnen op voortbouwen.